deze film laten we cliënten en mantelzorgers aan het woord om een mening te geven over de zorg bij Severinus en Archipel. Severinus biedt langdurige zorg aan cliënten met een verstandelijke beperking. En Archipel biedt zorg, wonen en welzijn aan ouderen en speciale doelgroepen. Cliënten en mantelzorgers geven aan wat zij als aandachtspunten en mogelijke kansen zien voor nu en in de toekomst. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn de rol van de mantelzorger, de mogelijkheid om langer thuis te wonen en de aanwezigheid van voldoende personeel. Mam, hoe vind je het hier? In dit tehuis? In dit huis? Ja. Gewoon. Gewoon? Maar word je goed verzorgd? Ja. Ja? Jawel. Goed eten, goed drinken. Als je het zet en hoe dan maar te knippen, hè. Zal ik maar zeggen. Wat verwacht ik van Archipel? Nou, in principe, mijn eerste zorg is dat het veilig is hier. En dat ze de bewoners ook het respect geven om die veiligheid en die geborgenheid te kunnen geven. En als ik zie hoe de mensen daarmee mee omgaan, dan heb ik daar alle vertrouwen in dat dat ook gebeurt. Het is wel zo dat als het 's ochtends heel druk is, dan moeten wel eens twee mensen tegelijkertijd bij één patiënt zijn, als ik ze zo mag noemen. En dan is er wel eens ooit geen toezicht in de huiskamer. En daar vragen ze ook medewerking voor aan de kinderen of die dan eventueel zouden willen komen. Maar verder, prima zoals die mensen dat doen. Van Archipel verwacht ik know-how op het gebied van zorg. En medische know-how voor als de nood aan de man komt. En dat mag best wel een beetje beter. Ben ik ook zo brutaal geweest om me daar wat mee te bemoeien. Maar het grappige is dat je bij Margaret wel gehoord wordt. Je komt met een probleem aan en er wordt op ingegaan. En ze gaan erop door. Dus iedereen trekt het zich echt aan als er iets niet loopt zoals het eigenlijk zou moeten kunnen. Ik heb het hier heel makkelijk om te oordelen over het Dream Team. Omdat het woord zegt het al. We hebben echt een dromen van mensen. Wat ik belangrijk vind in de zorg, dat ze een vast team hebben, vooral qua lichamelijke verzorging. Plus, ze zien ook niet, ze krijgen lichamelijke klachten, als moeder bijvoorbeeld met huidkanker en zo toen. Nou, dan zien die, als er altijd dezelfde komen, dan kunnen ze veel vlugger constateren van, dat is een vreemd plekje, terwijl iemand anders... Voor mij is het belangrijk dat de zorg voor Niels zodanig is dat zijn welbevinden en zijn geluk op de lange termijn daardoor niet in het gevaar komt. Waar ik blij van word is mijn huisje, mijn appartementje, mijn eigen spulletjes en zo en de gezelligheid. Als er iets is, dat we altijd naar de leiding toe kunnen en dat ze dan kunnen helpen. Ja, van de leiding zou ik veel aandacht willen hebben en zo. En wat ik van heel erg belangrijk is, het communicatieproces, het samenwerkingsproces. En samenwerken wil zeggen geven en nemen en samen doen. En dat wil zeggen, je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar wel op dat moment, een van de belangrijkste taken is de kwaliteit van zorg, ook alles wat op ons afkomt, politiek gezien, om dat te blijven bewaken. Waar ik zou willen pleiten is dat in het onderwijs, gestimuleerd vanuit de politiek, er meer aandacht komt om mensen in de zorg werkzaam te laten zijn. Even afgezien van salariering die daarbij hoort. Maar ik zie dat mensen die naar de scholen gaan en dit beroep kiezen, per definitie niet kiezen voor ouderenzorg, maar vooral voor babyzorg, ziekenhuiszorg enzovoorts. Dus probeer het nou eens aantrekkelijk te maken, op welke wijze dan ook. Dat zou ik nog mee willen geven aan de politiek en de minister van Onderwijs. Wat ik ook nog aan de politiek zou willen meegeven is dat ze de normering voor de CIZ-codes, met name 5 en 7, dat ze daar nog eens een keer goed naar kijken. En dat ze zich moeten realiseren dat 7 betekent dat iemand bijna 24 uur per dag zorg nodig heeft en dat is bij 5 niet.
En er vindt op dit moment wat mij betreft een soort afkalving plaats naar beneden toe. Voordat je in dit geval bij Archipel in deze omgeving mag zijn. En dat betekent dat de mensen die hier werken extra zorg moeten gaan verlenen. Terwijl die mensen eigenlijk veel meer zorg nodig hebben. En dat ligt aan de code, want anders zouden ze meer mensen mogen aannemen daarvoor. Dat was het. De politiek zou willen meegeven dat ik vind dat zij meer belangstelling zouden moeten hebben voor de mens achter het werk. Het is heel zwaar werk. Er zijn bij niemand geen problemen, want dan waren we hier niet terechtgekomen. Het kost heel veel emotionele energie. En daar zijn de mensen ook niet speciaal voor geschoold ook nog eens. Die worden in het diepe gegooid en staan voor beslissingen die onwrikbaar zijn. En ja, de financiële kant van de zaak is dan ook nog zo dat ze eigenlijk onderbetaald worden. En daar mag ook wel eens creatiever mee omgegaan worden. Het belangrijkste voor Den Haag vind ik toch wel... Dat ze moeten zorgen dat er personeel komt. Ja, nou ook personeel, maar ook dat de mensen bij elkaar blijven. Ja, bij elkaar. Ja, ja. Dat is punt 1. Vind ik eigenlijk nog belangrijker als personeel. Ja. In een thuissituatie vereenzaam je vlugger als in een verzorgingshuis. Je krijgt contact met elkaar. Je leert elkaar beter kennen. Dezelfde zorg als in een thuissituatie. Alleen voor en vooral voor... Als mantelzorger mag ik dat wel zeggen, geeft het mij meer rust dat ik ze in een verzorgingshuis heb zitten. Ik wil niet zeggen dat ik dit doe en van zoek het maar lekker met ze uit. Ik heb ook mijn verantwoording te nemen. Mag ook, vind ik voor de regering ook. Die mantelzorgers, als ze het willen doen en kunnen doen, dan hebben ze ook, vind ik, voor hunzelf die verplichting maar te doen. Maar ga geen mantelzorgers zoeken in buren en in nichten en neven en familie. Want dan wordt het gedwongen, hè? Dan word je met iets opgezadeld wat je eigenlijk niet wil doen. Ja, maar ik help mijn moeder omdat ik haar wil helpen. Politiek heeft in de loop der jaren voor heel veel regelgeving gezorgd. En het wordt nu tijd dat de politiek... mensen, instellingen de ruimte geeft om die regelgeving naar de geest en niet naar de letter toe te moeten passen. Participatie is een hele goede zaak. We zijn met z'n allen hebben het een beetje afgeleerd. Maar dat je betrokken blijft bij je kind, dat is prima. Ik denk ook dat je heel goed moet kijken van op welke manier doe je dat en wie schakel je daarbij in. Maar het zou erg goed zijn, en die ervaring heb ik onlangs gehad met raadsleden vanuit Eindhoven, dat ook de plaatselijke politiek eens komt kijken hoe het er allemaal uitziet. Ik zou het heel vervelend vinden als de kwaliteit van zorg wordt aangetast. Als er bezuinigingen worden doorgevoerd door het Rijks-CQ, door de verantwoordelijke minister of staatssecretaris, dan hebben ze aan mij een kwaaien. Dan ga ik ervoor liggen. Het voordeel van het budget is dat ik nou weet waar het geld naartoe gaat. Van bepaalde dingen die ik zelf mee wil doen, maar dat hier ook in het atrium en dergelijke, dat er ook geld voor nodig is. Iets wat ik niet wist, daar ben ik nou achter en ik doe mijn dingen mee die ik graag doe en ik heb nog 16 eurocent over voor... Niet veel meer. We hadden het niet mooier kunnen zeggen. We willen mantelzorgers en cliënten dan ook hartelijk bedanken voor hun medewerking en hun openhartigheid.